Datalekken is een regeling die een beetje atypisch is. Maar goed, waar gaat het om? Stel er is een datalek in de organisatie, dan moet u dat melden bij de toezichthouder. Doet u dat niet, gaat u met samengeknepen billen op een stoeltje zitten, denk van het waait wel over, dan moet u op een gegeven moment, en het komt uit, dan moet u inderdaad een boete gaan betalen. Dus niet zozeer op het niet beveiligen op dit moment, maar op het niet melden bij de toezichthouder. Boete, en die boete die kan oplopen tot 4,5 ton. Alleen men heeft nu het wetsvoorstel wat aangepast en men heeft aangegeven dat het college bescherming persoonsgegevens wordt in de toekomst autoriteit persoonsgegevens. Ze krijgen een boetebevoegdheid tot 8 ton, want ze hebben nu alleen last van ontdekkingskunde opleggen. Dus het wordt een beetje serieus. We krijgen de persoonsgegevens met 8 ton boete. Dan krijgen de ACM die 450.000 euro boete kan opleggen per overtreding. Nou, de AFM die ook een lekker boetepakketje heeft. Dus kortom, als u in de financiële sector zit, dan zit u 3 keer raak wat dat betreft. Goed, nou ja, hoe ziet dan de nieuwe bepaling? Die ziet eruit. De nieuwe bepaling ziet als volgt uit. Alle wettelijke bepalingen worden genoemd. Artikel 11 tot en met 13. Artikel 38 tot en met 40. Kortom, bent u gegevens aan het verwerken wat gegevens zijn over iemands godsdienst, et cetera. En u doet dat en u heeft daar geen toestemming voor. Dan kan u een boete krijgen van de 6e categorie. En dat is 670.000 euro en per 1 januari aanstaande 810.000 euro. Dus kijk nog eens heel goed in de databases of u niet zonder uitdrukkelijke toestemming bijzondere persoonsgegevens aan het verwerken bent. Er staat gewoon een keiharde boete op in de toekomst. Niet per 1 januari meteen, maar ergens in de loop van volgend jaar. Goed, nou, dat betekent in ieder geval dat er is een spanningsveld tussen datalekken en die hele wet aan het komen. Dat is wat je niet hebt, hoef ik niet te beveiligen. Dus kan ook niet lekken. En wat ik niet heb, kan niet lekken. En daar kan ik ook niet voor worden beoordeeld. Dus u moet, en dat zal ook, zult u zien in de Europese richtlijn, dat wordt straks ook het pad waar we op gaan, die Europese richtlijn, dat je steeds minder gegevens, maar steeds betere gegevens gaat vastleggen. Dus gaat het dan met lead generation? Ja, het zal iets ten koste gaan van lead generation, maar wellicht dat het uiteindelijk iets zal gaan verbeteren. Het enige wat ik er meteen bij zeg is dat misschien de adverteerders er rekening mee moeten houden dat ze iets meer per lead moeten gaan betalen. En dat is natuurlijk altijd een trieste boodschap.